Mijn naam is Pieter en welkom bij Autofoneerde. Een aantal jaar geleden heb ik de stap gezet om van mijn hobby mijn beroep te gaan maken door met Autofoneerde rijplezier te gaan verkopen. Voor ons assortiment zijn we altijd op zoek naar BMW's waar je enerzijds normaal dagelijks gebruik van kunt en durft te maken, maar waar anderzijds het rijplezier waar BMW om bekend staat optimaal vertegenwoordigd is. Een BMW-model waar die twee aspecten in mijn ogen wel eens heel erg goed in samen zouden kunnen komen, dat is deze, de M235i Cabriolet. Een auto waar ik al heel lang een oogje op had en die we nu voor het eerst in ons aanbod hebben. Ik heb er nog geen meter mee kunnen rijden, dus mijn handen jeuken om hem aan te pakken. En daarvoor neem ik je heel graag mee in de rijplezierreview van de M235i Cabriolet. De aanwezigheid van deze 235i Cabrio in onze showroom hangt van de firsts aan elkaar. Om te beginnen natuurlijk omdat het voor de eerste keer is dat we zo'n auto in het aanbod hebben. Maar ook binnen het programma van BMW vertegenwoordigt die M235i natuurlijk een first, want het is de eerste Cabrio die BMW positioneert in het nieuwe M Performance sublabel tussen de normale en de echte M-model in. Nou, en als je er dan vanuit gaat dat de missie van BMW en GmbH is om een BMW lopende bandproduct te pakken en zo aan te passen dat je er zo hard mogelijk mee over de Nürburgring rond kunt, dan begrijp je ook wel dat een cabriolet daar natuurlijk het minst te zoeken heeft. Maar als je op zoek bent naar een stukje rijplezier als aanvulling op je verstandige door de weekse vervoer, dan is misschien dat extra lollige karakter van dat M-Performance label wel precies de juiste toonhoogte. Maar deze M235 introduceerde BMW in 2014, kort nadat ze natuurlijk daarvoor de 5-deurs hatchback en de 3-deurs hatchback versie als M135 hadden gepresenteerd. En inmiddels kent dat M-Performance sublabel een hele keur aan verschillende modellen. Maar dit is dus een van de eerste, en in elk geval een van de eerste bij ons in de collectie. En het eerste wat opvalt als je dan instapt, is een hele verzameling aan extra bijzondere details om te benadrukken dat je echt in iets heel speciaals bent gestapt. Een logo onderin, de LCD in de tellers M235i. Allerlei kleine logootjes her en der die je er aan doen. Help herinneren dat je wel degelijk iets heel bijzonders hebt. Nou, al die detaillering en aankleding is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar waar het om draait is natuurlijk wat je beleeft als je hier achter dat lekkere dikke M-Sport stuurwiel met het mooie kleine ronde airbagje zit. Deze 235i werd door een Duitse BMW dealer besteld ten behoeve van de showroom introductie van dat nieuwe model. Nou, daar vertel ik je zometeen graag nog wat meer over. Maar zij kozen voor die showroom introductie in elk geval voor de meest pure uitvoering, dus de versie met alleen achterwielaandrijving. En juist bij zo'n 5-nummer is dat misschien wel de configuratie die de fijnproever zich wenst. Hoewel die 235i net als de 135i ook met een handschakelde versnellingsbak leverbaar is, was die in Nederland destijds zelfs letterlijk duurder vanwege de hogere uitstoot en dus de hogere BPM. En los van de financiële redenen is er eigenlijk ook geen zinvol argument meer om niet te willen kiezen voor die fantastische ZF achttrapsautomaat die in dit model als sportautomaat gelabeld is, dus die net wat sneller schakelt met een iets meer voelbare overgang tussen de gangen en natuurlijk met die hele mooie lekkere schakelflippers aan het stuurwiel waarbij tegenwoordig eentje voor terug en eentje voor door is, zodat als je zelf een keer invloed wilt uitoefenen op in welke versnelling je rijdt, je dat ook hartstikke lekker kunt doen. En wil je dan echt fanatiek gebruik maken van die schakelflippers, dan moet je de pook naar links zetten in de sportstand, want als je dan daarna de flippers bedient, blijft die grotendeels in de geselecteerde versnelling staan, schakelt hij pas door wanneer de motor zou dreigen af te slaan of wanneer je in de toerenbegrenzer dreigt te komen. En dan geeft hij bij het schakelen een nog wat voelbaardere wissel van de versnelling en zo'n lekkere plof in de uitlaat. Dat is natuurlijk wel echt lekker zo met het dakje open.
daar dan zo lekker brullen uit die twee vuistdikke stortkokers vanuit laten onder de achterbum vandaan. Dat is natuurlijk de bekende Good Old N55, maar ook daar is bij deze M235i iets bijzonders over te vertellen. Want in tegenstelling tot bijna alle andere modellen in het programma aan de onderkant van de ladder vind je in deze M235i niet de 306 pk sterke versie van die tweede generatie 6-cilinder turbomotor, maar de 20 pk sterkere variant zoals die onder andere ook bijvoorbeeld in de 640 en de 740 te vinden valt. Om nog weer extra te benadrukken dat dit echt een auto is, net een stapje boven de normale modellen. Met het dak open beleef je natuurlijk los van het uitlaatgeluid überhaupt dat rijplezier op zo'n mooi bochtig dijkweggetje als hier rondom ons pand in Terwolde optimaal. Als je langs een versgemaaid grasveld rijdt, ruik je het gras. Als je langs een bakkerij rijdt, ruik je het brood. Alles dringt nog veel meer tot je door en je hebt door het dak open natuurlijk ook meer snelheidsbeleving. Wanneer je bijvoorbeeld zo'n bocht induikt en die stuur voelt opladen. Enorme hoeveelheid grip natuurlijk in die 235i. Oh, lekker flink op het gas in de bocht. Mooi sturen met het gaspedaal. Ja, dit is natuurlijk waar autorijden echt om draait. Mokersterk natuurlijk die 320 pk sterke 6-cilinder in zo'n compacte auto. Want BMW koos ervoor om op enig moment de duurdere versies in het 3-serie programma als 4-serie te labelen. En dacht bij de opvolger van de 1-serie cabrio, waarom doen we dat niet ook gewoon? En noemen we de cabrio versie van de 1-serie voortaan 2-serie. Maar laat je daardoor niet misleiden. Want hij is echt geen centimeter groter dan die 1-serie. Spectaculaire rechterrijnsnelheid, maar waar het om draait is natuurlijk met name het beleven van die techniek, de manier waarop die zescilinder zijn kracht opbouwt. Meer toeren, meer gas, meer kracht, het geluid erbij, de feedback in de besturing. Dit is genieten van autorijden in optima forma. Smullen op de dijkjes, dat is natuurlijk precies waar BMW die M235i cabriolet voor heeft ontwikkeld. Ik nam je een aantal weken geleden mee voor de rijplezierreview van de 435i cabrio. En dat is een auto die technisch grotendeels op dezelfde leest is geschoeid. Maar wanneer je er hier zo mee door de bochten speelt, voelt deze 2-serie toch wel degelijk wat levendiger. Nog wat speels eraan. En dat is natuurlijk precies wat BMW met dat M-Performance sublabel heeft geprobeerd te bereiken. Hoewel de 2-serie coupé en cabrio dus in feite gelijk zijn aan hun 1-serie 3 en 5 deurs hatchback broertjes, heeft BMW ervoor gekozen om ze wel een iets andere neus mee te geven met een net wat andere vorm van de koplamp, waardoor ook de voorschermen en de motorkap natuurlijk een andere aansluiting hebben. Maar grappig genoeg zou dit geheel ook op een hatchback passen en een enkele keer zie je zo'n ombouw. Bijzondere details aan die M-Performance tussenversies zijn zowel op de hatchback als dus op deze cabrio dat hier de mistlamp ontbreekt en die insert in een speciale contrastkleur is gespoten. Net als deze kap op de spiegel, een detail wat weer heel mooi terugkomt hier in de kleur op de spaken van de speciale 19-inch Performance lichtmetalen wielset. Ook niet te missen zijn natuurlijk die lekkere dikke remklauwen van het M-Sport remsysteem. En hier achteraan natuurlijk die twee dikke stortkokers vanuit laten waar we daar straks al dat heerlijke 6-cilinder gebrul uit hoorden. Grappig detail is verder dat de type aanduiding in een net wat andere tint als normaal is uitgevoerd. Een klein tintje donker, een soort black chrome uitvoering. Nadat BMW in 2006 de derde generatie 3-serie vol cabrio de E46 uit productie nam, besloten ze de opvolging op te splitsen in een tweetal modellen. De nieuwe 3-serie cabrio, de E93, kreeg voortaan een hard klapdak en daaronder positioneerden ze de 1-serie cabrio met een klassieke linnenkap. Ook bij de opvolgende generatie zie je die tweedeling weer terug, waarbij de 4-serie een hard klapdak kreeg als uiting van zijn perfecte alledaagse bruikbaarheid. Lolbroek 2-serie krijgt zoals van oudsher een heel mooi linnendak, wat een fantastische roofshow laat zien. En ook zo met het dak dicht kloppen de proporties van die 2-serie cabrio perfect, lekker klein en gedrongen. En voor een mooi contrast met die zwarte kap zorgt hier de speciale mineral wise metallic lak een hele fraaie parelmoerkleur, waardoor de hele auto nog wat extra zonnig aandoet, zelfs op een grijze dag als vandaag. Dat het hier om de showroom introductie van een Duitse dealer gaat, zien we verder als we kijken naar de overige uitvoering, want die is heel lekker compleet. Onder andere met de Comfort Access Keyless Entry. En naast zaken als de fijne en veelvuldig verstelbare sportstoelen en bijvoorbeeld dat lekkere dikke
M-Sport stuurwiel die onderdeel van de uitvoering uitmaken, is natuurlijk overal aangedacht. Navigatieprofessional, stoelverwarming en het meest uitgebreide Harman Kardon speakersysteem. En een grappig uitvoeringsdetail is er dan tot slot nog in de vorm van het achteruitrijcameraatje. En dat lijkt misschien wat overdreven op zo'n compacte auto, maar die zorgt er wel voor dat je ondanks die linnenkap met die niet al te grote achteruit moeiteloos achteruit kunt manoeuvreren. Ben je op zoek naar een tweede auto die je het hele jaar door kunt gebruiken en waarin joie de vivre en rijplezier optimaal vertegenwoordigd zijn, dan is de M235i Cabriolet wellicht de perfecte auto voor jou. En vind je het leuk om naar onze filmpjes over BMW's te kijken? We posten wekelijks nieuwe video's, dus volg ons op YouTube of op Facebook of nog veel beter. Schrijf je via onze website in op onze nieuwsbrief, dan hoef je er geen één te missen. Tot de volgende keer.